Mijn hond is gecertificeerd op geld. Dus dat betekent al het bankgeld. Dus geen muntgeld, papiergeld. Oh, bijzonder hè? Het is misschien voor de mensen is het misschien bijzonder, maar binnen de speurhondenwereld is het een discipline. Dus niet meer en niet minder. Maar hoe ruikt u dat dan? Wat ruikt u dan aan geld? Wat ruikt u daar aan? De specifieke geur van geld zit hem in de drukinkt en het bankpapier. En het aantal procedees die het geld heeft doorlopen voordat geld bankgeld is. En dat geeft een bepaalde specifieke geur. Ze zeggen wel eens geld stinkt. Als je een grote hoeveelheid geld bij elkaar ziet, dan ruik je het dus ook. Ja. Heeft net deze rode wagen onderzocht? Heeft hij iets gevonden? Nee, ze is niet tot de melding gekomen. Dus dat betekent dat je ervan uit mag gaan dat... Of tenzij het heel goed verpakt, verstopt. Of het blijft altijd een hulpmiddel in de hond. Maar je mag ervan uitgaan dat er nu geen grote hoeveelheden geld in die wagen verstopt zitten.